Nou, we zijn op de open dag van de vrije school De Esch en we gaan eens even kijken wat hier vandaag allemaal te doen is. Wat is nou het verschil met een gewone basisschool? De basisschool is in feite hetzelfde als alle andere basisscholen, omdat we aan dezelfde kerndoelen moeten voldoen. Maar het verschil erin zit dat de kinderen niet vooral cognitief worden aangesproken, maar ook een sociaal leven hebben, een gevoelsleven hebben dat ontwikkeld moet worden. En vormgeven wat ze denken en voelen met hun handen. Dus een kind bestaat uit drie dingen die we proberen in balans op te voeden. Wat houdt dat in de praktijk in? Hoe ziet een schooldag er hier uit? Een schooldag houdt in, zoals ik heb verteld, een continu rooster. Waarbij de kinderen dus de hele dag hier op school zijn. En de hele dag op school aan het werk zijn. Waarbij een evenwicht wordt gezocht tussen werken uit een boek volgens een bepaalde route. Of er wordt kunstzinnig vormgegeven in de zin van schilderen, tekenen. Er wordt gelezen, er wordt aandacht besteed aan vreemde vakken. Zoals taal bijvoorbeeld, Engels, Duits en hier en daar. Waar het mogelijk is en collega's die taal ook beheersen, ook zelfs Frans soms. En aan het eind doen jullie nog een CITO-toets? Wij doen twee keer per jaar toetsen wij de kinderen volgens de normering van de CITO, ja. Ja, dus dat gaat wel gewoon als normale baas. Ja. Klopt. En aan het einde van het jaar is het ook van groep 8 is het ook verplicht om een eindtoets te doen en die doen wij ook.